Moeten we ons voorbereiden op een nieuwe ijstijd? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Moeten we ons voorbereiden op een nieuwe ijstijd? Om deze vraag te beantwoorden moeten we beginnen bij het begin en dat is de zon. De zon stuurt energie richting de aarde onder de vorm van zichtbaar licht en ultraviolette straling. Een deel van die energie wordt weerkaatst door onze aarde richting de ruimte, maar het grootste deel wordt geabsorbeerd aan het aardoppervlak. Die energie die geabsorbeerd wordt aan het aardoppervlak, wordt nadien door de aarde terug uitgezonden omhoog in de vorm van infraroodstraling. Nu broeikasgassen in onze atmosfeer gaan die infraroodstraling absorberen en vervolgens terug uitzenden in alle richtingen. Een deel ervan zal worden uitgezonden richting de ruimte, maar een ander deel zal teruggezonden worden naar de aarde. En daardoor is het op aarde vandaag warmer met broeikasgassen dan zonder broeikasgassen. Dit effect is ook zonder de aanwezigheid van de mens een feit. Mochten er geen broeikasgassen zijn, dan zou de gemiddelde temperatuur op aarde vandaag min 19 graden Celsius zijn. Dan zou de aarde een ijsbal zijn en zou er geen leven op deze planeet zijn. Maar dankzij de aanwezigheid van broeikasgassen is de gemiddelde temperatuur op Aarde vandaag 15 graden. Een verschil van bijna 35 graden dus. Nu, er zijn een heel aantal broeikasgassen. De vier belangrijkste zijn waterdamp, CO2, methaan en lachgas. Die zorgen voor een broeikaseffect en we spreken in deze context van het natuurlijk broeikaseffect. Maar door onze verbranding van steenkool Olie en gas en in mindere mate door ontbossing zorgen wij als mens voor een stijging van, deze, van de concentraties van deze broeikasgassen in onze atmosfeer. En we spreken in deze context dan ook van een versterkt of menselijk broeikaseffect. Nu, CO2 wordt sinds eind jaren 50 direct gemeten in onze atmosfeer. Laten we eens kijken hoe die curve eruit ziet. In 1958, het eerste jaar van de metingen, bedroeg de CO2-concentratie 315 deeltjes per miljoen. Vandaag is dat toegenomen tot 415 deeltjes per miljoen. Deeltjes per miljoen, dat betekent dat per 1 miljoen moleculen in onze atmosfeer er gemiddeld genomen 415 van CO2 zijn. Dat lijkt niet veel, maar denk maar terug aan onze ijsbal. Om te beseffen dat die kleine koeveeleden wel degelijk een zeer groot effect kunnen hebben op ons klimaat. Nu, laat me dat even in de context plaatsen van enkele historische gebeurtenissen. En ik ga dat doen aan de hand van enkele markers. In 2007 werd de eerste iPhone uitgebracht. De CO2-concentratie bedroeg toen 380 deeltjes per miljoen. In 1989 werd het World Wide Web uitgevonden. De CO2-concentratie bedroeg toen. 350 deeltjes per miljoen. Laten we ons nu eens wat verder uitzoomen in de tijd. Voor 1958 hebben we geen directe metingen van CO2. Maar toch kunnen we al heel wat nuttige dingen zeggen over de concentraties van broeikasgassen voor die periode. En dat komt omdat wetenschappers in Antarctica gaten geboord hebben in het ijs. In de ijskernen die die wetenschappers hebben bovengehaald, Zitten luchtbelletjes. En die luchtbelletjes die bevatten de samenstelling van onze atmosfeer op het ogenblik dat die ijslaag zich vormde. En door de studie van die luchtbelletjes kunnen we dus gaan reconstrueren hoe onze CO2 in de tijd evolueerde. Nu, als we gaan kijken naar onze reconstructie van CO2 over de laatste 2000 jaar, dan krijgen we de volgende curve. Deze curve toont aan dat CO2 voor het grootste deel van onze tijdrekening constant is gebleven en dat er een sterke stijging heeft plaatsgevonden sinds het begin van de industriele revolutie. Ik zet opnieuw mijn uh, tijdshistorische gebeurtenissen in 1769. <coughs> James Watt neemt een patent op de stoommachine en de industriele revolutie kan nu echt beginnen. De CO2-concentratie bedroeg toen 280 deeltjes per miljoen. 1492, Christoffel Columbus ontdekt Amerika. De CO2-concentratie bedroeg toen 280 deeltjes per miljoen. En in het jaar nul werd Jezus van Nazareth geboren. En de CO2-concentratie bedroeg toen, u raadt het al, 280 deeltjes per miljoen. Nu we kunnen die ijskernen ook gaan gebruiken om nog verder te gaan uitzoomen in de tijd. Dit is de curve die de CO2 reconstrueert over de laatste 800.000 jaar. Het wordt ons onmiddellijk duidelijk dat de huidige concentraties die we in onze atmosfeer meten, in de laatste 800.000 jaar niet voorkwamen. Meer nog, we weten intussen dat die huidige concentraties in de laatste drie miljoen jaar nooit zijn voorgekomen. En indien de huidige toename in CO2 nog enkele decennia doorzet, dan hebben we geen geologisch analoog in de laatste 25 miljoen jaar. Ik zet even mijn markers. Met de uitsterven van de mammoet 3500 jaar geleden, de CO2-concentratie bedroeg toen 280 deeltjes per miljoen. Zo'n 350.000 jaar geleden ontstond de Homo sapiens, toen bedroeg de CO2-concentratie 250 deeltjes per miljoen. Onze mens als soort heeft deze hoge, huidige hoge CO2-concentraties dus nog nooit meegemaakt. Nu, de curves voor onze andere broeikasgassen, methaan en lachgas, zien er zeer gelijkaardig uit, al moet ik erbij zeggen dat de concentraties van die broeikasgassen nog veel lager zijn. Nu, we weten ook dat die CO2-concentraties afkomstig zijn van de mens, dat die toename in CO2 die we nu zien, dat daar een menselijke oorzaak van is. Waarom? Omdat de chemische samenstelling van die CO2-moleculen in onze atmosfeer overeenkomt met de chemische signatuur van de fossiele brandstoffen. Bovendien meten we tegelijkertijd met de sterke stijging in CO2 een zeer kleine daling in de zuurstof in onze atmosfeer, wat betekent dat die CO2 in onze atmosfeer terechtkomt door een verbrandingsproces waarbij koolstof aan zuurstof wordt gebonden. Oké, okay, als we nu eens terugkijken naar onze curve, dan zien we dat, die, dat er in die curve pieken en dalen zitten. De dalen zijn onze ijstijden en de pieken zijn onze tussenijstijden. Nu, de afwisseling tussen die de ijstijden en die tussenijstijden is het gevolg van de stand van de aarde ten opzichte van de zon. En die stand hangt dan weer af van een aantal astronomische parameters die variëren over tijdschalen van 10.000 tot 100.000 jaar. Nu, we kunnen die astronomische parameters gaan doorrekenen naar de toekomst. En als we dat doen, dan krijgen we het resultaat dat de huidige tussenijstijd theoretisch gezien nog 50.000 jaar zal duren en dat we theoretisch gezien over 100.000 jaar een volgende tussenijstijd mogen verwachten. Maar de recente stijging in CO2 maakt een abrupt einde aan deze astronomische dynamiek. De mens heeft de geologische klimaatsevolutie de facto doorgeknipt. En dat is meteen ook het antwoord op onze vraag. We evolueren helemaal niet naar een ijstijd. Waarom niet? Omdat sinds het begin van de industriële revolutie het de mens is die bepaalt welk klimaat we hebben op aarde. We hebben het nu gehad over onze broeikasgassen. Laten we nu ook eens kijken naar onze temperatuur. Klimaatwetenschappers hebben de metingen van alle thermometers op aarde samengebracht en daar het gemiddelde van berekend. En dat is wat deze curve hier toont. Die toont de evolutie van de gemiddelde temperatuur op aarde doorheen de tijd. En elk puntje stelt een jaar voor. Als we kijken naar deze curve, dan zien we heel duidelijk een stijging in temperatuur. En te vandaag zitten we aan een toename van ongeveer 1 graad Celsius ten opzichte van het begin van onze metingen. In Ukel, waar we ongeveer de langste tijdreeks op aarde hebben, is de temperatuur intussen al met 2,3 graden Celsius toegenomen. Dat komt omdat de temperatuur op het land sterker toeneemt dan boven de oceanen. Van de 19 warmste jaren ooit gemeten zijn er 18 plaatsgevonden na het jaar 2000. En de laatste 5 jaar zijn tevens ook de vijf warmste jaren sinds het begin van onze metingen. Nu, we hebben aan de ene kant onze CO2-toename en we weten dat de mens verantwoordelijk is voor die toename. Aan de andere kant hebben we metingen die aantonen dat onze temperatuur op aarde al met ongeveer 1 graad is toegenomen. Maar zijn het wel die broeikasgassen die verantwoordelijk zijn voor die stijging in temperatuur? Misschien zijn er wel andere oorzaken die maken dat de temperatuur op aarde is toegenomen. Laten we eens kijken naar de mogelijke oorzaken. De hoeveelheid zonnestraling is het al zeker niet, want die is redelijk constant gebleven de laatste 150 jaar. Het zijn ook geen vulkanen. Vulkanen hebben een kortstondig afkoelend effect op het klimaat. Dat komt omdat de asdeeltjes die de vulkanen uitspuwen zonlicht reflecteren richting de ruimte. Maar die asdeeltjes die regenen al snel weer uit, waardoor het afkoelend effect van vulkanen na één tot drie jaar al verdwenen is. Het zijn ook geen aerosolen. Deze vorm van luchtvervuiling zorgt ervoor dat er meer zonlicht naar de ruimte toe weerkaatst wordt, waardoor er een afkoelend effect is. En wanneer we bos door gas vervangen, verhogen we de reflectiviteit van ons landoppervlak, waardoor opnieuw meer zonnestraling wordt gereflecteerd, opnieuw een afkoelend effect dus. Nee, het is alleen wanneer we de uitstoot van broeikasgassen in rekening brengen dat we de historische stijging in temperatuur kunnen verklaren. Broeikasgassen zijn dus verantwoordelijk. De hoofdverantwoordelijke voor de opwarming van de aarde. En we kunnen dus met zekerheid zeggen vandaag dat de mens verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde, die we meten sinds het begin van de industriële periode. Hoe hebben we dat nu allemaal berekend? Om dit te berekenen gebruiken klimaatwetenschappers computermodellen, waarin al die verschillende processen geprogrammeerd zitten. Zo kunnen we bijvoorbeeld berekenen hoe het klimaat er zou hebben uitgezien, mocht er in het verleden geen ontbossing hebben plaatsgevonden. En dat is exact het type onderzoek dat we doen binnen mijn team aan de VUB. We kunnen die klimaatmodellen gebruiken om het verleden te verklaren, maar we kunnen die ook gaan gebruiken om naar de toekomst te gaan kijken. En wanneer we naar de toekomst kijken, dan zijn er verschillende manieren waarop het klimaat kan evolueren. Indien we verder gaan zoals we in het verleden bezig waren, dan zal het klimaat evolueren zoals hier aangegeven op deze rode curve. We krijgen dan een opwarming van 4 graden tegen het einde van deze eeuw, bovenop de 1 graad opwarming die we al achter de rug hebben. Dat is dus 5 graden opwarming in totaal. Nu, dat lijkt misschien niet veel, maar 5 graden is ook het verschil in temperatuur tussen vandaag en de laatste ijstijd. Nu, tijdens de laatste ijstijd. Was Nederland bedekt onder een dikke ijskap en konden wij van België naar Engeland wandelen omdat de zeespiegel zo laag stond. Kiezen we daarentegen voor het blauwe scenario, dan krijgen we een opwarming die 2 graden hoger zal zijn dan de pre-industriële periode. Nu, we kunnen dat ook in kaartvorm gaan bekijken en dan zien we heel duidelijk dat we als mensheid voor een keuze staan. Kiezen we voor een 2-graden-wereld, zoals hier links in beeld, dan zullen we een heel aantal negatieve gevolgen hebben, maar wellicht kunnen we ons nog wel aanpassen aan die negatieve gevolgen. Kiezen we daarentegen voor een 5-graden-wereld, dan komen we terecht in een complete dystopie waarin niets nog zal zijn zoals we het vandaag kennen. Niets doen, dames en heren, is ook een keuze. Maar gelukkig hebben we die keuze als mensheid vandaag gemaakt. In 2015 kwamen de politieke leiders van de wereld samen in Parijs. Daar hebben ze afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de twee graden ten opzichte van de pre-industriele periode en om inspanningen te leveren om die opwarming te beperken tot anderhalve graad. Nu, wetenschappers hebben intussen be berekend wat dit betekent in termen van maatregelen die moeten genomen worden. En Wat is het resultaat daarvan? Het resultaat daarvan is. Dat we als mensheid in totaal wereldwijd ooit maximaal nog mogen uitstoten wat overeenkomt met ongeveer tien keer de uitstoot van 2018. Laten we dat even in een grafiek gieten. Hier zien we de historische uitstoot van CO2. De curve toont aan dat de CO2-uitstoot van vandaag de dag nog elk jaar stijgt. Nu, als we nog tien keer de hoeveelheid van 2018 mogen uitstoten, dan is het toch simpel. Dan houden we onze curve constant gedurende tien jaar en op 1 januari 2030 gaan we over naar een netto, naar een nul uitstoot. Wiskundig gezien klopt dit perfect. en Ik ben een computernerd, dus ik vind dit perfect oké. Okay. Wie denkt dat dit scenario in de praktijk zal gebeuren? Die mag nu de hand opsteken. Okay, ik zie dat er niet veel reacties is. Wat dachten jullie van dit scenario? Een lineaire afname waarbij we netto nul uitstoot hebben tegen 2040. Wiskundig gezien komt dit exact op hetzelfde neer, want de oppervlakte onder de curve van beide scenario's zijn even hoog. Wie denkt dat dit scenario zich zal voltrekken? Okay. Ik zie dat de mensen in de zaal duidelijk iets van economie en politiek kennen. Dat is een goede zaak. Dit zijn realistische scenario's en ze zijn realistisch omdat ze de uitkomst zijn van berekeningen met economische modellen. Nu, er zijn verschillende scenario's die compatibel zijn met een anderhalve graden wereld. Maar al die scenario's hebben een aantal kenmerken gemeen. En er zijn drie kenmerken die al die scenario's delen. Ten eerste zien we een sterke daling van de wereldwijde CO2-uitstoot in de komende tien jaar. Met in de meeste gevallen een halvering van onze CO2-uitstoot tegen 2030. Ten tweede zijn we wereldwijd klimaatneutraal tegen 2050. En ten derde realiseren we een negatieve uitstoot na 2050. Dat betekent dat we wereldwijd netto CO2 uit onze lucht gaan halen. Dat is de uitdaging waar we voor staan. Het is technisch gezien in principe mogelijk om dit te bereiken, maar onze beleidsmakers hebben de sleutel in handen om dit plan te doen slagen. Klimaatwetenschappers hebben ook berekend wat de concrete maatregelen zijn die nodig zouden zijn op korte termijn om ons op koers te houden voor anderhalve graad. En ik ga van de tien maatregelen die ze hebben opgelijst er drie noemen. In 2035 Wordt de laatste wagen aangedreven op fossiele brandstoffen verkocht in deze wereld? In 2020, vanaf 2020, zal elk nieuw gebouw dat wij neerpoten op deze planeet klimaatneutraal zijn. En ten derde zullen we over enkele jaren wereldwijd netto geen ontbossing meer hebben. Nu, als we op één van deze tien maatregelen de doelstelling niet halen, dan betekent dat dat we nog ambitieuzer moeten zijn in elk van die andere maatregelen. De uitdaging is enorm, maar het is haalbaar. Ik moet er wel bij zeggen dat we op de meeste van die tien maatregelen op dit moment slecht bezig zijn. Dus, in conclusie, moeten we ons voorbereiden op een nieuwe eistijd? Nee, in tegendeel. We evolueren razendsnel naar een veel warmere wereld en de maatregelen die we als maatschappij in de komende jaren zullen nemen zullen bepalen op welke opwarming we uiteindelijk gaan landen.